Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 8 oktober 2013. Ik heb zojuist een video gekregen van de Rotterdamse Superschool, de Hugo de Grootschool, die aangeeft dat ze van mij geen e-mails meer willen ontvangen. En in dit geval is dat crimineel. Het betekent in dit geval dat Erik van Hetzelfde er echt voor kiest om samen te werken met een burgemeester, Abu Talib, tegen wie een rechtszaak ligt bij het internationaal strafhof. En dat is een oorlogsmisdaad. Het is een oorlogsmisdaad omdat op grond van het Volta-verdrag iedereen wettelijk verplicht is de rechtszaak die ik tegen Nederland ben gestart bij het internationaal strafhof te erkennen en dan vervolgens persoonlijk juridisch correct te gaan werken. Het is dus voor de Hugo de Grootschool een juridisch feit dat zij niet mogen samenwerken met de Rotterdamse gemeente, maar ook niet met Haagse politieke partijen. Stilzwijgend, wetend dat ik besta en dat ik bewijs dat die personen met wie zij aan tafel zitten schuldig zijn aan misdrijven tegen de menselijkheid. En in dit geval zijn die misdrijven tegen de menselijkheid gezinnen rechtenloos maken. Dus ervoor zorgen dat gezinnen, of ook kleine ondernemers, niet naar de rechter kunnen, niet naar de advocatenorde kunnen, niet meer naar de ministers kunnen, om hun recht te halen. Nou, als je dan bedenkt dat Hugo de Grootschool als een van de hoofddoelen heeft de kinderen uit de armoede hijsen, dan kan je wel voorstellen dat ik nu deze video maak omdat ik heel erg kwaad ben. Want het gaat mij nu, kijk, dat die Erik van Hetzelfde zijn ego verliest, dat interesseert me echt helemaal niet. Maar ik ben dus een moeder en mijn kinderen leven ook al 10 jaar onder de intense haat en de machtsmisbruik van ambtenaren. Onder een groeiende groep personen in Nederland die aantoonbaar bezig zijn met folteren en moord en die dat ook in stand houden. Ze houden elkaar in stand. Dus als je dan tegen mij als moeder zegt, ik heb een nieuwe school en we gaan kinderen uit de armoede halen, dan denk ik in eerste instantie, oh fantastisch, een nieuw initiatief en wat een goed initiatief is dit. Maar als dan een week later blijkt dat diezelfde school partij kiest voor folterende en moordende politici en ondernemers, dan word ik zo ontzettend kwaad. Ik kan de kinderen in Rotterdam dus niet helpen. Ik kan deze video opladen. De vorige video die ik heb gemaakt waarin ik uitleg dat het de VPRO zelf is die de kwaliteit van onderwijs verslechtert door te liegen over politici die structuren en instituten bouwen om mensen te folteren en te vermoorden, is vaak bekeken. In totaliteit ongeveer 300 keer op twee mediums. De een YouTube en die ander C.nl. Ik hoop dat deze video ook 300 keer bekeken wordt en dat het vooral de gezinnen zijn van die school die begrijpen dat de Hugo de Grootschool dus aan het einde van de dag een droomtoestand is van de directeur. En dat diezelfde directeur er geen enkele moeite mee heeft om toch stiekem de verborgen machthebbers te helpen bij het handhaven van de armoede, het handhaven van het slechte systeem van schuldsanering, het handhaven van het failliet maken van ZZP'ers en MKB, het handhaven van de leugens van de media, dus de media die het land kapot maakt, het handhaven van politici die willen dat advocaten en rechters op verzoek van politici en bedrijven burgers folteren en vermoorden in Nederland en in het buitenland. En dan hebben we natuurlijk nog de criminaliteit. Mensen, ik ben in geen jaren in Rotterdam geweest en zeker niet in zo'n moeilijke wijk. Als de criminaliteit zo groot is dat burgers klagen over gewelddadige politie, dan komt dat onder andere doordat iedereen die groeiende moordenaarsbureaucratie aanvaardt. En daar zijn de gezinnen de dupe van. En die gezinnen die moeten dan vechten tegen slecht onderwijs, misbruik van onderwijs, wat er dan toe moet leiden dat die gezinnen niet meer naar de rechter kunnen. Net als ik niet meer naar de rechter kan. Ja,
Ik had gehoopt dat het anders zou gaan. Ik had gehoopt dat de Hugo de Grootschool echt een nieuw systeem zou zijn. En dat die directeur ook echt even de moed zou hebben om na stap 1, stap 2 te zetten en de mensenrechtenverdragen te pakken en te eisen dat zijn kids de mensenrechtenverdragen mogen uitvoeren. Maar dat doet hij dus niet. Aan het einde van de dag kiest die partij voor dictatoren en is hij tegen de mensenrechtenverdragen. Ik kan er niks anders van maken. Dag.